Na vandaag heeft Zeeland geen gesloten jeugdopvang meer. Het is maandag 30 december. Dit is Zeeland Nu. Met sluiting komt een einde aan 10 roerige jaren. Zeeland heeft meeste inwoners ooit. En wegrestaurant voor de vogels is klaar. Goedenavond. Na bijna 10 jaar is de enige gesloten jeugdinstelling van Zeeland, de Vliethoeve, gesloten. De instelling in Kortgene ving jongeren met ernstige gedragsproblemen op. Straks antwoord op de vraag waar de jongeren nu terecht kunnen. Maar eerst een terugblik naar de ups en downs van de afgelopen 10 jaar. De afgelopen jaren ben ik hier meerdere keren geweest. Onder meer toen het 5-jarig jubileum werd gevierd. Ik vroeg toen waar de jeugdinstelling dacht te staan over 5 jaar. Nu dus. Ik ga ervan uit dat we hier over 5 jaar staan. Dat heel Zeeland ons weet te vinden. Er is nou eenmaal een doelgroep, ook in Zeeland, ja, die het niet alleen redt en die dat steuntje hard nodig heeft. Het liep anders. Zeeuwse jongeren met ernstige gedragsproblemen moeten nu op zoek naar een andere plek. Luister Ivo, zou jij voor mij de deur naar boven open kunnen doen? Jazeker. In de zomer van 2016 ging ik weer langs hier bij de Vliethoeve, maar toen was er weinig te vieren. De laatste tijd hebben wij de indruk dat het aantal voorvallen met jongeren van de Vliethoeve toeneemt. Ruiten ingooien, kassen vernielen, intimidatie. Hier achter mij bij de Spar, diefstal. Hier staan we dan weer, 3 jaar later. Hoe kijkt u als voorzitter van de dorpsraad nou terug op die 10 jaar Vliethoeve? Het is op ons afgekomen met de mededeling dat het een gesloten afdeling hier zou komen voor de jeugdzorg. En dat de burgerij daar niet of nauwelijks hinderend zou ondervinden. Dat was anders. Dat is wel minder geworden. Dat is wat meer onder controle gekomen, denk ik. Zoals het contact met het dorp nu geregeld is, zou je bijna zeggen, want als dat van het begin af aan geweest zou zijn, dan zou je haast zeggen, het is bijna jammer dat het weggaat. Nu is de vraag natuurlijk wat er nu gaat gebeuren. Heeft u al enig idee? Dit wordt verkocht, het is nu eigendom van Just. Er zit een maatschappelijke bestemming op. Zo gauw als die bestemming verandert, ja, dan komt de gemeente echt in beeld. En ik ga ervan uit, in tegenstelling tot het verleden, dat wij dan ook echt in beeld komen. In het dorp leeft het wel. Wat gaat er nou met de Vliethoeve gebeuren? En aangeschoven is verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, de Vliethoeve is nu dicht, maar waar gaan de jongeren nu heen? Ja, of naar een gesloten jeugdinstelling in Brabant, daar zijn er nog meerdere. Of helemaal niet naar een gesloten jeugdinstelling. Want het is wel een trend ook in de jeugdzorg, dat er geprobeerd wordt om er eerder bij te zijn als er problemen met jongeren zijn. En dan voorkomen dat er zo'n zware vorm als gesloten jeugdzorg, zoals ook bij de Vliethoeve, meters hoge hekken, dat nodig is. Dus dan wordt bijvoorbeeld geprobeerd door er eerder bij te zijn dat een open groep of een dagbehandeling voldoende is. Ja, is dat dan tegelijkertijd ook een reden dat dit niet meer nodig is? Want er is eenvoudigweg gewoon geen vraag meer naar. Nee, dat is wel een van de redenen inderdaad. Ja, als er plekjes natuurlijk overblijven op de Vliethoeve, ja, dat kost natuurlijk geld. Maar er was wel iets meer aan de hand, want Just, de organisatie waar de Vliethoeve onder valt, die zaten financieel al in zwaar weer, al langere tijd. En het was dan eigenlijk ook eerst de bedoeling om afstand te doen van de Vliethoeve, maar dat een andere jeugdzorgorganisatie dat zou overnemen. Ja, dat is op een of andere manier niet gelukt. Dus ja, nu gaat gewoon echt de tent dicht, het wordt verkocht. En dan is het maar afwachten wie de nieuwe bewoners zijn. Het is overigens zo dat we morgen nog een heel mooi verhaal hebben van een oud bewoner die er 2,5 jaar gewoond heeft. Nou, dat morgen en voor nu bedankt. Als de Zeeuwse bevolking zo door blijft groeien als nu, dan is Middelburg over 12 jaar de gemeente Terneuzen voorbijgestreefd als grootste gemeente van Zeeland. Terneuzen verloor 158 inwoners, Middelburg kreeg er 323 bij. En ook Goes is een sterke stijger met 435 nieuwe inwoners. En juist dankzij Goes en Middelburg steeg het inwoneraantal in Zeeland opnieuw. Dit keer met 635. Dat blijkt uit de voorlopige bevolkingscijfers die vandaag zijn bekendgemaakt. Sluis is hekkensluiter met 167 inwoners minder dan vorig jaar. Oudere bewoners van het appartementencomplex Poelhoek in Goes, die slechter been zijn, konden de afgelopen dagen hun deur niet uit. De enige lift in het gebouw was kapot en dat zorgde voor veel ongemak, maar vooral frustratie. Schandalen ronduit. Mensen die zo vanaf vrijdag hun vastzet, die er nergens naartoe kunnen, niet speciaal even om een krantje naar beneden, om een boodschapje. Vooral degene die met een scootmobiel zitten of met een rollator lopen of anders moeilijk te been zijn, is het gewoon vervelend, ja. Kunnen geen kant op. Dat kan niet. Hij zegt voor een paar uur, oké, maar niet van vrijdag
Dat is daar gek voor horen. Het ongemak is voor nu in ieder geval voorbij, want de lift is aan het einde van de middag gerepareerd. Een wegrestaurant moest het worden voor vogels. En daarom is in de afgelopen 2 maanden 1,3 miljoen kuub zand, oftewel 16 miljoen kruiwagens, op de Roggeplaat in de Oosterschelde gespoten. Vandaag is het werk afgerond en kunnen de vogels aanschuiven voor het buffet. Jaarlijks komen hier duizenden vogels op een trektocht langs om hier even zijn buikje rond te eten. Dat doen ze hier achter me op de Roggeplaat, waar een rijk gedekte tafel ligt. Daarnaast is het landschappelijk ook ontzettend belangrijk, omdat hij een hele belangrijke functie vervult ook voor het toerisme in het landschap. We willen hier uiteindelijk geen badkuip. En daarnaast heeft hij een belangrijke golfremmende werking op het achterland. Dus de golven beuken als eerst op de plaat en zorgen ervoor dat er minder onderhoud nodig is hier aan de dijken. Als het ophogen van de Roggeplaat een succes blijkt te zijn, gaat het project als voorbeeld dienen voor andere platen in de Oosterschelde. Het was dit jaar een heikel onderwerp in de Goese politiek. Sportcomplex Omnium. Een onderzoek was zeer kritisch over de besluitvorming rondom het uitbreiden van het complex. En terwijl toenmalig wethouder Johannes de Bat over de kwestie zwijgt, trekt de Goese gemeenteraad het boetekleed aan met een motie van treurnis. Onder wie SP-raadslid Floor van Lamoen. In 2012 werd besloten het Omnium uit te breiden. Het zwembad werd groter, er verrees een nieuwe sporthal en er kwam een tropisch bos. Dat bos kostte 4 miljoen euro, maar werd een mislukking. Hoe kon dat gebeuren? Nou, we hadden een heel enthousiaste wethouder. Die graag wilde dat het Omnium weer een zetje kreeg. Het was toen nog niet het Omnium, het was Sportpunt Zeeland. De bezoekersaantallen liepen terug. En hij had het idee dat je met zo'n voorziening mooi op te tuigen meer bezoekers zou trekken. Maar lag het nou vooral aan die wethouder of lag het aan de raad? Nou, de raad heeft natuurlijk wel een aantal onderliggende stukken gekregen waarin onderbouwd stond dat hier 80.000 bezoekers zouden komen. Nou, ik zie ze niet, maar die 80.000 bezoekers die kwamen natuurlijk uiteindelijk niet. Het werden er jaarlijks maar 8.000 en dus moest er geld bij. Veel geld. Want het idee was dat de opbrengsten van het bos het hele Omnium zouden bedruipen. Nu dat niet is gelukt, betaalt Goes jaarlijks 625.000 euro subsidie aan het Omnium. Wat verwijt u zichzelf achteraf? Nou, wij hebben ons altijd tegen het tropisch bos gekeerd. Omdat wij vinden dat het geen gemeentelijke voorziening moet zijn, zoiets als dit. Maar we hadden eigenlijk ook best wat dieper kunnen graven op de onderbouwing van waarom überhaupt denken we dat hier 80.000 mensen komen. Want dat klopte natuurlijk uiteindelijk niet, van geen kanten. En waarom hebben jullie dat toen niet gedaan? Kon je het best aanvoelen? Ja, je kan beter één goed argument hebben dan één goede en een slechte. Het bos mag dan financieel zijn mislukt. Het zwembad en de sporthal trekken wel veel mensen. De 8 miljoen euro die daarin 7 jaar geleden zijn geïnvesteerd, is dus geen weggegooid geld. Nee, zeker. Die sporthal en het zwembad, die zijn ook belangrijk. Die willen we ook heel graag behouden. Hoewel deze hal is wel heel groot, ik weet niet of dat nodig was. Maar op zich is het natuurlijk belangrijk dat je als Goes goede sportvoorziening hebt. Daar zijn we zeker een groot voorstander van. Maar die constructie met dat tropisch bos erbij, daar hadden ze nooit aan moeten beginnen. Vreemde eend in de bijt. Schoenmaker, hou je bij je leest. De dag begon koud en dat bleef het ook met 7 graden bij een best krachtige wind. Maar wel met zon, die dit jaar overigens nergens anders zoveel scheen als aan de Zeeuwse kust. Vlissingen telde ruim 2000 zonuren en daarmee is 2019 het op 2 na zonnigste jaar ooit gemeten. En morgen komen daar nog een flink aantal uur bij, zoals u achter me ziet. Snel, eenvoudig en goedkoop. Dat waren de trefwoorden voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En in de documentaire Sloop of Hoop antwoord op de vraag of we nu nog blij moeten zijn met de gebouwen uit die tijd. Of niet? Het was een vrijstaand gebouw en dat hoorde vrij te staan op een groot plein. Dat is echt jammer. Kijk, want zo'n gebouw dat verdient wel ruimte. Ik denk, als je het dan, je wil het bewaren, respecteer het dan ook. En doe er dan ook iets goeds mee. Hè? Dan moet je het ook in zijn waarde laten. En de documentaire Sloop of Hoop is vanavond nog om 9:30 en 10:00 te zien op tv. En terug te kijken via onze site. En tot zover Zeeland Nu. Nog een fijne avond.